Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Autoweek's accu-degradatietest. En ditmaal hebben we een Renault Zoe. En dat is de auto van Robert Pennings. Robert, hi. Waarom rij je eigenlijk elektrisch? Uiteindelijk eigenlijk gewoon puur financieel. Gewoon kijken wat kan ik als nieuwe auto. En dit kwam toevallig voorbij in combinatie met de subsidie op elektrische auto's. Mooie inrolprijs. En dan kom je op een gegeven moment op elektrisch uit. En dan rijdt het stiekem ook wel heel erg lekker. Het laden gaat goed. Actieradius is oké. Voor mijn gevoel oké. In ieder geval voor wat ik doe binnen de provincie Utrecht. Dus dat is niet al te veel. En ik laad ze thuis uit eigen stopcontact. Dus dat is 's avonds aan de lader. En 's ochtends is die vol. En dit is nog een auto uit de tijd dat Renault deze auto's verkocht, maar dat je de accu erbij moest huren. Is dit ook een auto met een huuraccu? Klopt, dit is een huuraccu. Dus ik heb maandelijks huur aan Renault. Maar ja, hij is wat ouder, hij heeft wat meer gereden. En dat durfde ik wel aan, omdat de accu gehuurd wordt, dat is eventueel het slijtageonderdeel. Ja. Dus als er dan niets mee is, dan is het probleem van Renault. Ja. Hey, en wat denk je bij deze auto? Moeten we na deze meting, moet Renault zich zorgen maken om een accu terug te krijgen? Of, Ik heb het gevoel dat die binnen het acceptabele nog prima functioneert. Dus ja. Ik denk dat het goed zou moeten uit kunnen pakken. Oké, dan gaan we naar Marcel, want die komt met de uitslag. Ik ben benieuwd. Ik ook. We hebben alle data verzameld, alle analyse volledig op losgelaten. Ja. Er zijn een paar getallen belangrijk, die zal ik er dus even uithalen. Dat is de state of health, 77%. Okay. Dus er is best wel een stapje terug gedaan. Ja. Je bent eigenlijk bijna een kwart ben je kwijt. 23% degradatie. Op basis van de WLTP-methode zou je nog 118 kilometer kunnen rijden. Komt dat overeen met wat je ongeveer ervaart? Ongeveer inderdaad. 'S winters wat minder, zomers wat meer. Ja, precies. Maar precies. In de basis klopt het. En nou, helemaal goed. Je hebt gereden van 99,4 echt naar 0%. Ja, dat is goed. En over die 0% wil ik het ook even met je over hebben. Want ik zie ook nog, als je naast het percentage kijken wij ook altijd naar de voltages. Ja. En daar zit best wel een groot verschil in. Dus je ziet hier de 3,03 volt en de 3,22. Ja. Dus dat is eigenlijk 170 millivolt. Dat is best wel heel fors. Dus dat betekent dat er een cel in je accu zit die eigenlijk nog wel de beste is. Ja. En er zit er eentje die zit laag. En dat verschil is toch wel is echt opvallend. Dat betekent eigenlijk wel dat de accu tegen het eind van zijn carrière aan begint te lopen. Ja. En wanneer zien we dat? Omdat je hem vol rijdt. Van vol naar leeg rijdt, vanaf een procent of 20 ongeveer, zien we dat spanningsverschil zien we ontstaan. 17-18% begint dat te ontstaan. Ja. Dus behalve dat ik je wil meegeven de tip om eigenlijk niet onder de 20% te komen, want daar wordt alleen maar groter van, heb jij natuurlijk ook ervaren dat je tijdens de rit eigenlijk vrij acuut eigenlijk met een lege accu kwam te staan. Ja, klopt. En dat ontstaat in ongeveer bij 17-18% batterijpercentage nog. Daar ontstaat het probleem. Dat klopt precies. Ja, dat is wat je ervaren hebt. Nou is het voor mij fijn om te horen dat het natuurlijk klopt. Maar voor jou natuurlijk vooral een waarschuwing om eigenlijk niet onder die 20% te komen. Blijf eruit. Ja. Dat maakt je range natuurlijk nog wel iets beperkter. En niet zomaar over na te blijven denken. Maar je hebt natuurlijk het geluk dat de accu niet voor jou is. En dat je daar misschien in de toekomst wel kunt uitwisselen. Dus dit is jouw diploma. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. Nou, Robert, geschrokken van de uitslag? Of, Van de uitslag zelf, van het percentage niet zo. Ik ben wel blij dat ik weet wat er dus in dat voltageverschil zit. Ja. Dat ik daar misschien eventueel met Renault ook iets mee kan doen. Want dat gaat ergens een keer eindig zijn. Ja. Maar voor de rest, hij hoeft hier in ieder geval niet de deur uit. Ja, dat is mooi. Hè? En het hele concept elektrische auto, een volgende keer weer? Of? Als het aan mij ligt wel. Het rijdt fijn, het is lekker. Dus dat draagt bij aan het milieu. Ook niet onbelangrijk. Ook dat nog, inderdaad. Ja. En ik denk dat toch ook de toekomst gaat zijn. Ja. Verbrandingsmotors zullen minder worden. Dus als deze ooit eruit moet, dan vermoed ik dat er ook wel weer iets elektrisch terugkomt. Oké, en dan met een huuraccu of een eigen accu? Ik denk dat tegen die tijd eigenlijk eigen accu's zijn. Dat toch uiteindelijk ook gewoon makkelijker en fijner is. En ook de toekomst. Ik denk dat de accu's bijna niet meer bestaan. Nee, het ontwikkelt zich door natuurlijk. Ja. Oké, hartstikke bedankt. Ja, jullie ook.